Mijn naam is Jolanda Goosvoort, ik ben verpleegkundige overgangsconsulent, aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Verpleegkundige Overgangsconsulentes. Belangrijk omdat we daarmee up-to-date blijven tijdens de menopauzepolie en het meest recente adviezen kunnen geven. En ik ben Noortje Jansen, ik ben gynaecoloog en ik hou mij onder andere ook bezig met menopauze. Dat is een van mijn aandachtsgebieden. We wilden heel graag de menopauzezorg voor onze regio goed regelen. En daarom hebben we besloten om een overgangspolie op te zetten. Waarbij Jolanda de patiënten als eerste zal zien. Je hebt dan 30 minuten om het verhaal kwijt te kunnen. Wat is er precies aan de hand? Welke klachten heb je? En Jolanda zal dan het een en ander inventariseren. En als er medicatie gegeven worden, dan komen patiënten nog bij mij om dat te bespreken. Omdat het heel belangrijk is om per vrouw individueel te kijken wat het beste bij haar past. Het blijkt dat heel veel vrouwen last krijgen van overgangsklachten. Veel uitval, ook op de werkvloer. En 33% ervan heeft zelfs hinderlijke klachten. Natuurlijk is de overgang iets wat erbij hoort. Maar zo gauw het je gaat belemmeren in je dagelijks leven, is het belangrijk om daar hulp in te zoeken, omdat het niet nodig is. Voedings- en leefstijladviezen zijn erg belangrijk in deze. En het zou fijn zijn als je op tijd met klachten komt, omdat we dan op tijd preventief al wat daaraan kunnen doen. Er is veel te vinden op internet, onder andere demenopauzespecialist.nl. Dat is een hele belangrijke website waar veel over staat. En ook enkele mythes over menopauze die helaas nog bestaan, worden daarin bestreden. Dus mijn advies is in ieder geval aan vrouwen, als je denkt aan de overgang, ga in ieder geval al actief op zoek naar informatie. En je bent natuurlijk altijd van harte welkom om bij ons een consult aan te gaan.